Ik ben Richard, je vader. Met deze tijdmachine hebben wij de macht over de hele wereld. Ik wil er niks mee te maken hebben. Ondankbare nietsnetten. Nee. Sst. Die vent die had het baken in zijn hand. Noah is naar de verkeerde tijd gestuurd. 58.000 jaar in de toekomst. Gevonden. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Een hotel dat zijn geschiedenis aan niemand ooit liet zien. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Check in en ontdek wat niemand voor jou heeft gezien. Welkom in Hotel 13. Oké, daarheen. Hoe lang nog? Nog vijf minuten. Dat is te lang. Volgens Tom moeten we nog precies 5 minuten wachten. Ik zou ze het liefst nu meteen terugbeamen. Ja, ik ook. Maar we moeten het tijdsplan aanhouden. Wat is dit? Wie zijn jullie? Wie bent u? Waar is Xenon 35? Xenon 35 is op een belangrijke missie. We verwachten hem elk moment weer terug. Weet de baas dat u onbevoegde in de buurt van de tijdmachine laat? Natuurlijk weet de baas dat. Het is zelfs een rechtstreekse opdracht van hem. Tom, we hebben geen tijd meer. Ja, maar we hebben nog 4,5 minuut nodig. Weet je zeker dat je horloge nog goed loopt? Ja. En op wat voor soort missie is Xenon 35? Als u dat niet weet, dan mag u dat niet weten en kan ik het u niet zeggen. Xenon 35 zal meteen contact met u opnemen zodra hij er weer is. Weet u zeker dat de baas... Natuurlijk weet ik dat zeker. Of zullen we hem samen opbellen en vragen naar die geheime missie? Nee, alsjeblieft, natuurlijk niet. We moeten de baas niet storen. Uitstekend. Laat u ons dan rustig ons werk doen. Sorry dat ik u heb gestoord. Ik weet niet zeker of hij mij wel geloofde. We kunnen geen risico nemen. Maar wat wilt u dan doen? Bedankt dat jullie me gered hebben. Of het geprobeerd hebben. Geen dank. We doen het zo weer. Gelukt. Van harte welkom terug in je eigen tijd, jonge dame. Ja, hallo. Liv. hallo. Die ziet eruit als Einstein. Dat is... Het scheelde een haar of ik had in die andere talen kung fu geleerd. Het is echt te gek dat je weer terug bent. Baas? We zijn de controle over de bunker nu kwijtgeraakt. En Xenon 35 is verdwenen. Ik kom eraan. Haal alle versterking die jullie kunnen krijgen. Ik wil één ding zeggen, Rut. Als jij ontslagen wordt, ga ik ook. Zo. Ach, ja. Alsjeblieft niet, Lenny. Er moet er toch iemand zijn als Tom en Anna weer terugkomen? Hm?
Er is maar één mogelijkheid. En die is? Ja, we moeten met Richard praten. Wacht maar. Hallo? Hallo, kan ik alsjeblieft een telefoon krijgen? Ik wil met meneer Lepton praten. Ze hebben de camera vernield. Maar ik heb wel een microfoontje bij ze verstopt. We hebben ook weer de volle controle over de stroomvoorziening. Mooi, ik wil namelijk niet dat ze mijn waardevolle gasten weer naar hun tijd terugbeamen. Het spijt me, maar je vriend heeft zichzelf naar de toekomst gebeamd. Wat? Is Noah naar de toekomst gebeamd? Goed, dan halen we hem nu weer terug. Ja, maar tijd en plaats veranderen steeds. Alsof die helemaal niet in de toekomst is. Dit maakt deel uit van de profetie. Als de tijdmachine te vaak gebruikt wordt, ontstaat er een instabiliteit. Maar we kunnen Noah toch niet zomaar in de steek laten? Er is maar één oplossing. De talisman van Magellaan. En je kunt je echt niet meer herinneren hoe je die gebouwd hebt? Nee. Ik word toch nog Magellaan. Hoe moet ik me iets herinneren als het pas in de toekomst gebeurt? Er moet toch een oplossing zijn? Moment. Ik heb iets vreemds gezien. De staf. De staf. De staf van de medicijnman van de Neandertalers. Die heb ik eerder gezien. Op beelden bij de tijdmachine. Welke beelden? Ik heb een monitor aan de kabels van de tijdmachine aangesloten. Bedoel je de beelden die je in de geheime kelder hebt gezien? Ja. En wat heb je dan precies gezien? Een nieuwsuitzending. Uit het jaar 2060. 2060? Ja. Ik heb de vreemdste dingen gezien. Een enkelband van Simon. En de ogen van uw collega. En het bot van de staf. Van de medicijnman van de Neandertalers. Weet je zeker dat je je dit niet allemaal verbeeldt? Een bot uit de oertijd. Beelden uit het jaar 2060. Goed, baas. Zullen we van start gaan? Nee, nog niet. Dit hier kan interessant worden. Ja, hallo? Ja, Richard. Met Isabella. Hallo, Isabella. Leuk om van je te horen. Jack en ik hebben ingezien dat je gelijk hebt. Ja. U vraagt zich af hoe het bot op de staf tussen de beelden uit de toekomst komt. Of liever gezegd, waarom? Tja, dat kan ik u vertellen, beste meneer IB. Goed, u en uw collega's dragen toch allemaal dezelfde tattoo? Dat klopt. Dit is het symbool voor... Ja, en dit symbool geeft u al een eeuwigheid aan elkaar door, hè? Precies. En u gelooft dat dit symbool staat voor de hoofdletters Y en B? Precies. Tja, fout gedacht, mijn beste man. Dit symbool heeft niets te maken met de hoofdletters Y en B, maar het staat hiervoor. Ja? Ja. Op zijn tijdreis naar de toekomst mocht Magellaan niet ingrijpen. Maar hij heeft vooraf ingezien dat de tijdmachine mij, de slif, op een dag naar het verleden zou sturen. En daar dachten de mensen toen dat ik een godin was. Wat logisch is. Daarom heeft hij de talisman in het bot van de medicijnman verstopt, in de oertijd. En heeft u het symbool van de staf als aanwijzing gegeven. Tja, dat is toch allemaal... Volkomen belachelijk. Waarom? Omdat ik daarop gekomen ben en u niet? Ja, het is een beetje een onwaarschijnlijk idee, maar liever een gek idee dan geen idee, toch? Nee, het gaat gewoon tegen alle logica in. Ja, dat hebben ze vroeger over mijn relativiteitstheorie ook steeds gezegd. Ha! Wat fijn dat jullie tot inzicht gekomen zijn. Maar daarover praten we later, ja? Ik heb hier dringende zaken. Ja, maar laat ons dan tenminste uit de kamer. Jack wil toch als manager werken en... Ik wacht beneden op je, oké? Ja, goed dan. Geef me de bewaker. Hij wil u even spreken. Ja, hallo? Sluit ze allebei weer op en kom dan hierheen. Naar het luik. We hebben iedereen nodig. Oké. Hey! Wat? Oh! Oké, ik haal nu de staf. Als dat werkelijk de talisman is, dan...
kunnen we alle fouten uit het verleden ongedaan maken. Jullie willen echt terug naar het verleden? Heeft u een betere oplossing? Ze reizen terug naar het verleden en halen daar iets wat ik erg graag wil hebben. Dus dan wachten we? Ja, wij wachten. Ik ga mee. Nee, ik ga alleen. Het is veel te gevaarlijk. Inderdaad. Daarom hebben jullie ook iemand nodig die op jullie past. Ik kom ook mee. Hé, hey, wat nou? Ik weet daar toch het beste weg? Ja. Denk eraan, jullie hebben maar 20 seconden voordat jullie teruggebeamd worden. Ja, ja, we pakken de staf en dan zijn we meteen weer terug. Jullie halen de staf en zorgen ervoor dat jullie precies op de goede tijd... Het is duidelijk. We zijn geen beginners. Oké, hup. Dat niet nog een keer. Dit is geen spel. Hé, hey, dit is een beeldje van mij met een afzichtelijke neus. Dat kon ik toch niet daar laten? Stel dat een of andere archeoloog hem gevonden had. En dan zou ik nu met een enorme afzichtelijke neus in een of ander museum staan... en alle mensen zouden denken dat ik zo'n neus had. Catastrofe. Ik bedoel, ik heb zelf zo'n ontzettend schattig neusje. En deze is zo verschrikkelijk groot, dat kan toch... Het is... Magellaans talisman. Allemaal opgelet. We gaan. Kom. Natuurlijk. Het is een USB-stick. Maar waarom was die in het verleden? Tja, Magellaan heeft hem daar verstopt, zodat ik hem vinden kon. Ja hoor, jij hebt hem gevonden. Zodat jullie hem met mijn hulp konden vinden. Wat staat erop? Dit zijn alle gegevens om de fouten in de tijd terug te draaien. Het is ongelooflijk. Magellaan heeft aan alles gedacht. Eigen roem stinkt overigens, mijn beste Tom. Nee, nee. Het is belangrijk dat wij de hele wereld eens vertellen wat wij wetenschappers kunnen betekenen. Ja, weet ik toch. Ik ben echt niet dom. Ik toevallig ook niet. Met de USB-stick kunnen we alles weer ongedaan maken. Het ruimte-tijdcontinuum is gered. Hey, wat is dat? Wat is dat? Au! Dat klopt! Wat gebeurt er? Wat is dit? Wat gebeurt er? Nee, niet op. Laat los! Meneer Leopold, laat ons onmiddellijk vrij. Aha, de talisman van professor Magellaan. Nu kan niets mij meer tegenhouden. Nu ben ik de heerser over de tijd. Oh, waar was je dan? Ja, ik weet het. Die stank. Blijf maar liever uit mijn buurt. En wat is dit? Dat is een lang verhaal. Ik moet jullie wat... Nou...